In een transformatorhuisje op industrieterrein Eckersreit in Son is woensdagmiddag brand uitgebroken. Dat gebeurde nadat er kort na 1:30 kortsluiting was ontstaan. Een groot gedeelte van het industrieterrein kwam daardoor zonder stroom te zitten en ook de brug in het centrum van Son wilde niet meer zakken. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg op het naastgelegen elektrotechnisch bedrijf van een van hun eigen collega's, nadat medewerkers van energiebedrijf Enexis de stroom van het transformatorhuisje hadden gehaald, kon de brandweer beginnen met blussen. Het herstel van de elektriciteitsvoorziening op het bedrijventerrein zal nog de nodige tijd in beslag gaan nemen.